Miles? Nee. Nee, ik dacht dat hij had gezegd dat hij daarna bij jou langs ging. Ja. Met Martin is alles goed. Hij is... Nee, na het weekend komt hij er dus. Ja. Ja, mam, ik heb hem gezegd dat hij je aanzicht daar moet sturen. Ja. Ik ga ophangen nu. Ja, mam. Oké. Dag. Miles, toch? Was hij om 7:30 klaar? Douchen, aankleden. Veel later dan 8:00 kan hij naar zijn weg gaan. Oké, dank je. Nee, ik dacht hij misschien met Hansje meegegaan was. Ja, ik ga het gewoon even verder proberen. Oké, dank je. Dag. Justin niet. Heeft zich ziek gemeld. Hoezo? Omdat ze ziek is. Wat heb je? Een griepje, denk ik. Ja. Zeg, gisteravond, wat was dat nou? Jij wilde wat vragen? Sorry, ik draaide een verkeerd nummer. Ik kwam nogal bezorgd. Ik moet gewoon een paar dagen uit ziekenhuis, denk ik. Ja. Ik weet zeker dat er niks anders aan de hand is. Ja hoor. Tot over een paar dagen, adjudant. Dag. Even langs gaan. Wat dan? Ze hing in één keer op. Ja, misschien durfde ze niet meer. Wat bedoel je?
avondje mee uitvragen. Wanneer is mevrouw Grijpstra naar Duitsland gegaan? Gisterenmorgen. Ach, man, wel toch op. Rinus, er klopt hier iets niet. Nee. Ah, hoe het ding? Kan het een beetje minder. Dat ding kan er toch niks aan doen en jij niet weet hoe het werkt. Nou, als je de hand hebt, de crème la crème en vooral het examen. We zijn er maar 15 geselecteerd, hè? Vanuit heel Nederland. Vanavond gaan we inbreken bij de FBI. Alsof dan, hè? Degene die het systeem het eerste kraakt, die wint. Oh, god. Dat was er wel hogerop. Ja. Het is wel de toekomst. Ja, we hebben de kachel, geen vuilwerk meer. Ja, we gaan draaien. Je hebt duidelijk geen idee wat we tegenwoordig kunnen uitzoeken met die gelinkte netwerken. Nee, daar zou ik wat achter, maar ja, dat wil ik graag zo houden. Ze hebben een lugubere vondst gedaan. Niet goed voor de nuchtere maag, zei de dokter. Nee, maar als jij nog wat wil blijven prutsen aan je dingetje. Oh. 10 dagen geleden overleden. Opgeduikeld op de vuilstort. Het is dat de milieuinspectie regelmatig steekproeven houdt, want anders was deze meneer keurig verbrand. De technische recherche heeft geen bruikbare sporen gevonden. In die troep? Nee. Daarom kon ik hem ook meteen meenemen. Professionele afrekening? Ja, denk ik wel. Koelbloedig niks, god. Die verwondingen? Ik denk met een stuk hout. Ik heb splinters gevonden. Nou, misschien wist hij iets en hebben ze dat uit hem geslagen. Ik heb vingerafdrukken genomen en ik heb foto's gemaakt. Daarom zit ze aangeluid. Cardozo moet ze inmiddels al hebben. Dan kan hij ze proberen te matchen met zijn vermissingsfoto. Wat moet Cardozo al hebben? Oh. We zitten sinds vorige week op een nieuwe digitale snelweg. Oh. Dus in het vervolg hoeven we helemaal niet te komen? Ja, maar die speciale odeur, die kan je toch niet delen? Nou, zie je nou hoe perfect het programma werkt? Ja. Dan moet je zo'n voorbeeld aan nemen, hè? Blondheiden wel onbehuwd, 50 jaar, privédetectief. Hé, hey, geinig, privédetectief. Wie heeft er wat vermist opgegeven? Rintke Oldeheuvel, zijn secretaresse. Zit er een recherche-rapport bij? Nee, niet echt. Geen aanwijzbare reden voor vermissing. Onderzoek tot nader orde gesloten. Dat is het. Nou, dat is niet veel. Dan kunnen we die Rintke vinden. Waarom heeft u pas 3 dagen na de verdwijning de politie gebeld? Ja, hij was wel vaker een dagje weg. Dat zei hij niet altijd. Maar ja, 3 dagen, dat... En ik was die meneer Koster natuurlijk ook niet vergeten. Meneer Koster? Ja, dat heb ik allemaal gezegd aan de andere rechercheurs. Hebben ze dat niet doorgegeven? Ja, we wilden het alleen nog even de eerste hand vernemen. Ron had die man gevolgd in opdracht van zijn vrouw. Hij had foto's gemaakt toen die vreemd ging en daar is die Engels achter gekomen. Heb je daar een dossier van? Ja, dat is hiernaast. En meneer Koster, die kwam verhaal halen? Ja, de dag voordat Ron verdween. Ik was er zelf niet bij, maar hij zei het. Die man die heeft hem een bloedneus geslagen. Zo? En die heeft tegen hem gezegd dat hij hem zou laten vermoorden. Ja. En over maatregelen zouden wij nog even boven mogen kijken. Hij werkte ook bij de recherche. Maar niet zoals jullie. Hij was een soort James Bond. Ja. Dat zei hij altijd als hij een wijntje te veel had. Ja. En James Bond heeft nooit verteld bij welke afdeling hij werkte. Nee, dat was allemaal supergeheim. Maar hij had wel een plan om er een boek over te schrijven. Dan zouden bepaalde mensen behoorlijk van opkijken, zei hij altijd. Wie heeft er hier schoongemaakt? Ik. Zoals iedere week. Ja, ik blijf toch hoop houden. Ja. Dat boek wat hij wilde schrijven, had hij daar een archief voor aangelegd? Daar is hier wel een kluisje. Waar? Niet met de vingers aan komen. Vingerafdrukken. Mag ik hebben? Het
Geen enig idee wie dit gedaan kan hebben. Er waren hier wel twee mannen. Ze zeiden dat ze de telefoonleidingen moesten doormeten. En wanneer kwamen die mannen de telefoonleidingen doormeten? Volgens mij de dag nadat Ron was verdwenen. Heeft u misschien nog gezien hoe ze eruit zagen? Ze hadden overalls aan. En zo'n petje van het bedrijf. Mm. Ik heb eigenlijk helemaal niet op hun gezicht gelet. Oh ja, dat weet ik wel. Die ene liep een beetje mank. Die had zo'n grote schoen. Inspectie. Wij komen even controleren of het wel echt ziek bent. Dank je. Kom maar door, hoor. Doe maar. Gezellig. Leuk. Ik denk, ik ben toch in de buurt. Kom even langs. Hoe is het met je? Ik heb me net aangekleed. Maar ik denk dat ik zo weer ga liggen. Ik ben zo draaierig als wat. Is de dokter al geweest? Nou, dat is nou ook weer niet nodig. Zou je het heel erg vinden om weer te gaan? Ik voel me echt niet lekker. Ja, natuurlijk. Als er iets is wat ik voor je kan doen, dan moet ik het zeggen. Dat is geen probleem. Ik ben over een paar dagen wel weer de orde. Dank je wel voor de sinaasappels. Ik kom er zelf wel uit. Doei. Simpel griepje. Dit is iets anders. Het is niet toevallig zo dat ze zich overvallen voelde door jou onaangekondigde bezoekje. Mooi dat ook. Zo gespannen. Moeten we er een observatieteam op zetten? Is dat het? En nou alsjeblieft niet zeggen dat dit je zus is die net teruggekomen is uit Union Jaya. Kom je er dan? Van de man die er een bloedneus aan heeft overgehouden. Oh, die scheidbak. Had hij zich er niet mee moeten bemoeien? Nou, het ging een opdracht van jouw vrouw. Wij gaan volgende week naar Bonaire voor een tweede huwelijksreis. Dat is allemaal koekenij. Oh, wat schattig. Ja, toch moet je het reisje afzeggen, want je wordt namelijk verdacht van moord. Lijpo. Ja. Nou, jij hebt Ron Weideveld gedreigd hem te laten vermoorden. Wie beweert dat? Hij niet meer, want hij is dood. Dat is kut voor hem. Oh, nou denken jullie dat ik... Ja, gek, hè? Wat de god, man. Iedereen roept wel eens wat in het naam van de strijd. Naust van de strijd. Eenst van de strijd. Wat jij wil, hè? Ik heb hier niks mee te maken. En hoe ga je dat bewijzen? Hoe ga ik dat bewijzen? Oneervol ontslag bij de commando's, omdat je onder invloed van drugs met je dienstwapen een kroegbaas hebt laten dansen. Geweld. Geweld. Een onbewezen verkrachting van een ex-vriendinnetje. Ik hoef niet te vertellen wat ik vroeger heb uitgevreten. Ik heb nog nooit iemand vermoord. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Luister jongens, ik heb hem een beetje bedreigd. Ik heb hem een beetje bang willen maken. Ik heb er geen werk van gemaakt. Geef mij één reden waarom we dat zouden geloven. Ik zeg even helemaal niks meer. Ik denk dat ik een advocaat in de arm neem. Ja, dat is heel goed.
maar maak je wel extra verdacht. Ik kan helemaal niks maken, man. Kan ik gaan? Nee, ja. Maar niet abonneren en je doet nog even een DNA-testje. Ik heb die rechercheurs gevonden die de vermissing van Ron Weideveld hebben onderzocht. Maar die zijn na 2 dagen al van de zaak gehaald door een ander bureau. Welk bureau? Ja, dat is er niet verteld. Vond ik ook gek. Dus ik ben even heel diep in het verleden van Ron Weideveld gaan graven. Maar nou zit ik helemaal vast. Wat bedoel je, cadeau zo? Ja, ik kom niet door de beveiliging heen. Nou, dat moet straks bij de FBI gaan inbreken. De beveiliging van wat, cadeau zo? De criminele inlichtingendienst. CD? Ah. Wat zou je nodig hebben om wel naar binnen te komen? Nou, om te beginnen de ingangsprotocollen en het wachtwoord. Oh. Wij hebben een lege kluis gevonden. Er zijn 2 rechercheurs van de zaak afgehaald door een van de onbekend bureau. En een spoor loopt dood bij de CID. Daar kan ik er niet veel meer van maken dan dat Ron Weideveld vroeger bij de CID heeft gewerkt. En je denkt ook dat het met zijn dood heeft te maken? Dat denk ik inderdaad, ja. Nee. Laat die deur maar open, hè, brigadier. Nee, dat is niet mijn nieuwe eau de toilette die je ruikt. Ze hebben de nieuwe airco net op een verkeerd kanaal aangesloten. Die wordt vanmiddag gerepareerd. Gelukkig. Is dat net het mortuarium? Volgens ons stinkt er ook iets bij de CID, meneer. Misschien kunt u daar eens voorzichtig informeren. Ja, ze zien me aankomen. Dat werkt daar onder strikte geheimhouding. Al hebben we maar de toegangscodes tot een database. U vraagt nogal wat, brigadier. Maar ik weet aan wie, meneer. Er is misschien wel een manier. Ah, oh, ja? Wat dan? Wat geeft je het idee dat ik jullie dat zou vertellen? Zo. Zal nog niet meevallen met 2 van die opgeschoten kids in huis? Die zijn op schoolreisje. Ja, ik ga gewoon weer slapen. Ja, nee, tuurlijk. Tuurlijk. Goed. Oké, dag. Is dat Jess? Ja. Beetje medeleven op zijn tijd kan geen kwaad hebben. Medeleven? Ja, zo kan het ook noemen. Hoi.
Nee, is voor over je hoofd. Ik wil je bek houden. Schiet op. Ik rij maar. Je wordt alleen maar mooier. Jij bent niet je eerste leugen gestikt, Jan. Charmeur. Die dode meneer Weideveld van jou, die werkte inderdaad voor de criminele inlichtingendienst. Totdat hij op zijn 46e met vervroegd pensioen ging. Beetje vroeg, vind je niet? Ja, je zou er haast jaloers van worden. Dat zou ik niet doen. Zo wordt iemand weggewerkt. Wat had hij fout gedaan? Hij liep te veel op het randje en af en toe over het randje van de wet. En dat is verboden bij de CID? Wel, als het op straat komt en daardoor het onderzoek wordt verknald. En hij verknalde het iets te vaak? Nou, wat ik begrepen heb, ja. Zijn laatste grote zaak, 1,5 jaar geleden, ging om Hanna Vreugdeheel, toepasselijke bijnaam Mama Cash. Werdeveld betrapte haar op heterdaad bij een groot drugstransport. 8 jaar de bak in voor Mama. En medeneming van een paar belangrijke kompanen. Nou, dan heeft mevrouw nog wel even te gaan. Wat heeft dit allemaal te maken met Weidevelds dood? Ze is een maand geleden vervroegd vrijgelaten. Haar juristen konden uiteindelijk bewijzen dat de CID toch aan onwettige uitlokking had gedaan. En mevrouw heeft altijd gezworen dat ze wraak zou nemen op degene die haar straf heeft bezorgd. Weidevelds kluis was leeggehaald en geforceerd. Heb je daar een verklaring voor? Dat hoeft niet per se met Mama Cash te maken te hebben. Je zei toch dat hij een boek wou schrijven? Mm-hmm. Misschien bewaarde hij daar zijn dossiers met oude CID-zaken. Denk je dat de CID die kluis na zijn dood heeft leeggehaald om te voorkomen dat die papieren in de openbaarheid zouden komen? Goed mogelijk. Ze dekken altijd alles meteen af wat naar hen wijst. Zou het dan ook kunnen dat de CID hem heeft vermoord? Om te beletten dat hij dat boek ging schrijven? Daar heb ik geen indicatie voor. Voor die moord zou ik toch echt richting Mama Cash zoeken. De toegangsprotocollen waar je me om hebt gevraagd. Dank je. We moeten elkaar vaker zien. Goed, hè, vrouw. Doe ik. Je krijgt hem terug zodra je ex hier is. Een ex? Wat heeft die ermee te maken? Alles. Ik ben heel lang geleden gescheiden. Maar je weet misschien nog wel dat hij een tijd moest zitten en toen de benen heeft genomen. Uit de krant, ja. We waren toen al lang uit elkaar. Zodra ik erachter kwam dat hij een crimineel was, heb ik hem de deur uitgezet. Stoer. Hij is toen naar Brazilië gevlucht. Dacht dat hij daar veilig zat. Waarom vertel je me dit? Het zit als volgt. Mijn opdrachtgever heeft nog een zakelijke overeenkomst met jouw vriend, die jouw vriend niet is nagekomen. Dus ik wil hem spreken. Als je weet waar die zit, dan bel je hem toch zelf? Wat hebben wij hiermee te maken? Wat heeft mijn kind hiermee te maken? Jouw vriend wil niet goedschiks komen, dus dan maar kwaadschiks. Anders gaat zijn kind eruit. Zijn die goed geweest? Jullie zijn gek! Jullie zijn gek! Waarom denk je dat hij al maand terug zou komen? Wie wil nou de dood van zijn eigen kind op zijn geweten hebben? Niemand toch? En mocht hij nog twijfelen, dan hebben we jou om hem over de streep te trekken. Ik wil Maas zien. Nu.
Even Maals nu zien, anders doe ik niks. CID-protocollen nou voor nodig? Die worden we niks wijzer van, hè? We toch eens gaan praten met mama Cash. Heb je die al getraceerd? Ja, ik ben ermee bezig. Hey, meneer, hoe lang gaat dit eigenlijk duren? Uurtje of twee, denk ik? Adjudant. Ja. Adjudant. Ja? Ik heb hier de veroordeling in haar zaak. Het bendelid dat die drugscontainer reed, kreeg een duw van 4 jaar. Die is na 4 maanden ontsnapt, is nooit weer teruggevonden. Nou, leuk voor hem. Slimme jongen. Die slimme jongen die heet Quincy Wilson. Als in Jazz Wilson. Nou, misschien toeval. Kun je dat even checken bij de burgerlijke stand? Ik ben allemaal bezig. 5 jaar geleden officieel gescheiden van Jazz Wilson. 2 kinderen, Martin en Miles. Zij heeft zijn naam aangehouden. Oké. De moord op Ron Weideveld was een wraakactie van mama Cash. De man van Jazz Wilson is een bendelid van mama Cash. Jazz is ziek, zwak en misselijk. Wat betekent dat? Ja, Jazz met Grijpstra. Zeg, wij komen even bij jou langs. Dan kom jij nu meteen naar het bureau. Nee, of we komen langs. Oh, ja, tot straks. Verdomme! Ik wist het vanaf het begin en ik laat het gewoon lopen. Ik voelde aan alles dat hij met allerlei duistere zaakjes bezig was. Ik kwam s'nachts bijna nooit meer thuis, had allerlei onduidelijke klusjes. Op een gegeven moment vond ik drugs en ik heb na de scheiding nooit meer contact met hem gehad. Waarom zijn jullie zo in hem geïnteresseerd? Er is iemand vermoord en we denken dat Quincy er iets mee te maken heeft. Hier in Nederland? Ja. Nou, dat kan niet. Hij zit in Brazilië. Mag ik nu weer naar huis? Ik ben ziek. Jezus, jij bent niet ziek. Je bent bang. Wat is er aan de hand? Hoe weet je dat hij in Brazilië zit? Je zegt net dat je nooit meer contact met hem hebt gehad. Ik geloof dat het tijd wordt om de waarheid te vertellen, Charles. Ze hebben Miles. Ze hebben Maas ontvoerd om Quincy hier naartoe te krijgen. Ik denk dat het om een soort ruzie gaat. Of dat iemand nog geld van hem te goed heeft of zo. Ik moest hem mailen. Als ik Quincy hier niet naartoe krijg, dan gaat Maas eraan. En als ik de politie zou waarschuwen, dan vermoorden ze hem ook. Heb je enig idee waar ze Maas vasthouden? Ik heb hem gisteravond gezien. Maar ik was geblinddoekt toen ze me daar naartoe brachten. Het leek nog het meest op een soort pakhuis. Heeft Quincy al teruggemeld? Misschien nu wel. Waar was onze eerste ontmoeting? Ja, nogal logisch dat hij wel weet op zijn richt is. Hetzelfde geld had doet Jess gewoon aan het lijntje. Meneer is niet voor niks naar Brazilië gevlucht. Wat bedoel je? Jess, het is een drugscrimineel. Dat zijn geen lievertjes. Ja, maar het is wel zijn zoon die ontvoerd is. Ja, en wanneer heeft u die voor het laatst gezien? Ja, het is zijn zoon. Hij was oké. Okay. Hij was oké okay voordat hij in die wereld belandde. Ik hield van hem. Ik heb niet voor niks 2 kinderen met hem. Hij komt terug. Voor ons. Dat weet ik zeker. We moeten Miles vinden en bevrijden. Quincy of geen Quincy, ik ga de bijzondere bijstand bellen. Nee, ik wil dat niet. Geen geweld. Het gaat om mijn kind, adjudant.
Dat weet ik, Jess. Ik wil niet dat die roodhouwer zich ermee bemoeien. Dat loopt altijd fout af. Grijp ze aan. Maar ik ben even bezig! Zoiets. Heel even. Hier vind je de adjudant van mama Cash. Heel goed. Houd dit even onder ons voor we zijn. En wat er ook gebeurt, jij blijft bij de. Ja. Holy moly. Ik denk dat het je wel bevalt in teruggewonnen vrijheid. Hoe lang zit je nou weer op straat? Maand? Volgens de overleveringen ben jij een van de trouwste medewerkers van mama Cash. Ik heb niks meer met het te maken. Ah. Schone lijn. Ja. Verder nog iets? Nou ja, wij zitten met een moord. En jij bent weer vrij, dus ja. Je bent meteen verdachte. Ja, ik weet niet waar je het over hebt. Eerlijk gezegd, wij ook niet. Ron Weideveld, heb je daar wel eens van gehoord? Ron Weideveld? Nee, ken ik niet, moet dat? Maar even tussen ons. Wij zijn hier zwaar tegen onze zin. Wij zitten met een uit de hand gelopen CID-zaak. Als je mij vraagt, ik vind dat die pummels de eigen boontjes moeten doppen. Er wordt namelijk beweerd dat Ron Weideveld ervoor gezorgd heeft dat mama Cash lang in de bak moest zitten en dat hij dat daarom met de dood moest bekopen. Ja, dan willen de hoge heren een bekentenis van mama Cash dat zij te maken heeft met die moord. Ja, lekker simpel. Goed, hebben wij dus één vraag aan jou. Weet jij wat mama Cash is? Niet. Nou, ja. Ja, goed. Houd het op. Dankjewel. Bedankt. Ja, mocht je toevallig met haar in contact komen, vraag ze dat ze even belt met het bureau van afspraak. Dag. Dag man. Bij mij. Die dikke en die rode, die waren hier net. Weet ik niet zeker. Wat wil je dat doen? Ik zal maar vijf printen. Nee, als je een commando geeft, is alles meteen weg. Oké. Ik kom net een bericht binnen, zullen Jess weer spreken? Snelle reactie, ja. Wat bedoel je daarmee? Ik kom niet meer door jullie. Wij moesten weten wie erachter zat. Nu hebben we het bewijs, het is mama Cash. Besef jij wel wat je gedaan hebt? Het gaat om mijn kind. Begrijp je dat dan nog steeds niet? Als ze erachter komen dat ik jullie alles verteld heb, schieten ze hem dood. Dan komen ze niet achter als jij niks zegt, Jess. Waarom zouden ze dat in godsnaam geloven? Dat jij je eigen kind nooit in gevaar zou brengen. Wij hebben gepraat met mama Cash over Ron Weideveld. En niet over Maas. Ik ga mijn kind niet in gevaar brengen. En jij doet dat wel. Jij gaat achter mijn rug om en brengt het leven van mijn kind in gevaar. Jess, dat heb ik niet gedaan. Dat heb je wel gedaan. Je bent gestoord. Ik ga naar huis. Ik kom hier nooit meer. Hou op, Jess. Leef van me af. Jess. Ik ga dat oplossen. Wij gaan dat oplossen. Ik ga niets oplossen. Bemoei je er niet meer mee. Chris, ga zo niet. Bemoei je er niet meer mee. Bemoei je er niet meer mee. Als er wat nieuws is, dan maak ik je wakker.
nou al wat? Hé. Nee, nog niet, maar... Goed. Dat is je geraai. Althans moest ik naar de commissaris om te vertellen dat die hele computercursus van jou lul is geweest. Die ze nodig had. En die informatie mag in die kluis. Maar wat heeft het dan te maken met Quincy en de ontvoering van Maas? Ik denk dat ik het weet. Nee, ga steeds maar op cadeau, zo lijkt het. Kom op. Mama Cash was op zoek naar Quincy en ze dacht dat zijn adres in die kluis van Weideveld lag. Waarom zou Weideveld het adres hebben van een naar Brazilië ontsnapte crimineel? Ja, maar dat is juist de vergissing die wij voortdurend maken. Mama Cash wilde niet alleen wraak nemen op Weideveld, maar vooral op Quincy. Ik hoor alleen maar gelul, Rinus. Quincy is geen crimineel. Hoe kan hij anders zomaar ontvluchten uit een extra beveiligde inrichting? Hoe kan hij onopgemerkt vluchten naar Brazilië? Hij was een infiltrant. Precies. Weideveld runde Quincy. Quincy zorgde er door zijn infiltratie pas echt voor dat Mama Cash in de gevangenis belandde. En tijdens het proces wordt hij dan zogenaamd veroordeeld, maar het CID helpt hem ontsnappen en hij kan rustig naar Brazilië vluchten, naar een veilige plek. Maar niet veilig genoeg, want Weideveld had blijkbaar zijn e-mailadres, omdat het vrienden geworden waren. Klopt het nou? Ja, ik ben bang wel. Jess denkt dat het alleen maar gaat om het schikken van een zakelijk conflict, maar het is een definitieve afweging. Quincy, kapot, omdat die mama Cash erin heeft geluisterd. Dus die komt nooit terug? Nee. Hij heeft lang begrepen dat hij hier geliquideerd wordt. Ja, maar als Quincy nu niet de crimineel is die bedacht dat hij was, het zou heel goed kunnen dat zijn vaderlijke gevoelens dan toch hierheen drijven, precies zoals mama Cash verwacht. Sinds kinderen zo misstaat, ik wil er al jaren geleden contact opgenomen met Jess. Ik kom niet terug. We kunnen er ook gewoon invliegen en Maats met geweld bevrijden. Met het risico dat Maats het niet overleeft? Ja. Het adres waar we naar ze menen. Zeker weten? Ja, kan het of je kan. Als we actie ondernemen, moet het in overleg met Jans. Uiteraard. Nou, mag jij er even wakker? Jans is niet meer in de muziekkamer. Is weg. Wacht even, toen ik net weer achter mijn computer ging zitten werken, toen stond die pagina met het adres van die ontvoerders in me voor, terwijl ik zeker weet dat ik die... Godverdomme! Schiet op.
vond. Wapen hier! Wat is dit nou? Hè? Een soort zelfmoordactie. Ik word zo teruggebeld en dan. Zien we wel, hè? Dit. Had je niet moeten doen. Het is allemaal de schuld van je moeder, jongen.
Deze is voor over je hoofd. Verder je bek aan. Schiet op. Weer rijmen. Je wordt alleen maar mooier. Jij bent niet die eerste leugen gestikt, Jan. Charmeur. Die dode meneer Weideveld van jou, die werkte inderdaad voor de criminele inlichtingendienst. Totdat hij op zijn 46e met vervroegd pensioen ging. Beetje vroeg, vind je niet? Ja, je zou er haast jaloers van worden. Dat zou ik niet doen. Zo wordt iemand weggewerkt. Wat had hij fout gedaan? Hij liep te veel op het randje en af en toe over het randje van de wet. En dat is verboden bij de CID? Wel, als het op straat komt en daardoor het onderzoek wordt verknald. En hij verknalde het iets te vaak. Naar wat ik begrepen heb, ja. Zijn laatste grote zaak, 1,5 jaar geleden, ging om Hanna Vreugdeheel, toepasselijke bijnaam Mama Cash. Werdeveld betrapte haar op heterdaad bij een groot drugstransport. 8 jaar de bak in voor Mama. En medeneming van een paar belangrijke kompanen. Die een boek wou schrijven. Mm-hmm. Misschien bewaarde hij daar zijn dossiers met oude CID-zaken. Denk je dat de CID die kluis na zijn dood heeft leeggehaald om te voorkomen dat die papieren in de openbaarheid zouden komen? Goed mogelijk. Ze dekken altijd alles meteen af wat naar hen wijst. Zou het dan ook kunnen dat de CID hem heeft vermoord om te beletten dat hij dat boek ging schrijven? Daar heb ik geen indicatie voor. Voor die moord zou ik toch echt richting Mama Cash zoeken. De toegangsprotocollen waar je me om hebt gevraagd. Dank je. We moeten elkaar vaker zien. Goed, hè, vrouw. Goed, doe ik. Waar is Miles? Ik krijg hem terug zodra je ex hier is. Mijn ex? Wat heeft die ermee te maken? Alles. Ik ben heel lang geleden gescheiden. Maar je weet misschien nog wel dat hij een tijd moest zitten en toen de benen heeft genomen. Uit de krant, ja. We waren toen al lang uit elkaar. Zodra ik erachter kwam dat hij een crimineel was, heb ik hem de deur uitgezet. Stoer. Hij is toen naar Brazilië gevlucht. Ik dacht dat hij daar veilig zat. Waarom vertel je me dit? Het zit als volgt. Mijn opdrachtgever heeft nog een zakelijke overeenkomst met jouw vriend, die jouw vriend niet is nagekomen. Dus ik wil hem spreken. Als je weet waar hij zit, dan bel je hem toch zelf? Wat hebben wij hiermee te maken? Wat heeft mijn kind hiermee te maken? Jouw vriend wil niet goedschiks komen, dus dan maar kwaadschiks. Tante schat zijn kind eraan. Zijn die goed geweest? Jullie zijn gek! Jullie zijn gek! Waarom denk je dat hij al maand terug zou komen? Wie wil nou de dood van zijn eigen kind op zijn geweten hebben? Niemand toch? En mocht hij nog twijfelen, dan hebben we jou om hem over de streep te trekken. Ik wil Maas zien. Nu. Ik wil Maas nu zien, anders doe ik niks. Geeft hij zelfs meteen weg. Oké.
komt net een bericht binnen. Zullen we Jess weer spreken? Snelle reactie, ja. Wat bedoel je daarmee? Ik kom niet meer door jullie. Wij moesten weten wie erachter zat. Nu hebben we het bewijs, het is maar mijn cash. Besef jij wel wat je gedaan hebt? Het gaat om mijn kind. Begrijp je dat dan nog steeds niet? Als ze erachter komen dat ik jullie alles verteld heb, schieten ze hem dood. Dan komen ze niet achter als jij niks zegt, je. Waarom zouden ze dat in godsnaam geloven? Dat jij je eigen kind nooit in gevaar zou brengen. Wij hebben gepraat met mama Cash over Ron Weideveld. En niet over Maas. Ik ga mijn kind niet in gevaar brengen. En jij doet dat wel. Jij gaat achter mijn rug om en brengt het leven van mijn kind in gevaar. Yes, dat heb ik niet gedaan. Dat heb je wel gedaan. Je bent gestoord. Ik ga naar huis. Kom hier nooit meer. Hou op, Jess. Leef van me af. Jess. Ik ga dat oplossen. Wij gaan dat oplossen. Ik ga niets oplossen. Bemoei je er niet meer mee. Chris, ga zo niet. Bemoei je er niet meer mee. Commissaris om te vertellen dat die hele computercursus van jou lul is geweest. Zo gespannen. Moeten we er een observatieteam op zetten, is dat het? Niet zeggen dat het je zus is die net teruggekomen is uit Union Jaya. Kom je er dan? Van de man die er een bloedneus aan heeft overgehouden. Oh, die scheidbak. Had hij zich er niet mee moeten bemoeien? Nou, het ging een opdracht van jouw vrouw. Wij gaan volgende week naar Bonaire voor een tweede huwelijksreis. Dat is allemaal koekenij. Oh, wat schattig. Ja, toch moet je het reisje afzeggen, want je wordt namelijk verdacht van moord. Lijpo. Ja. Nou, jij hebt Ron Weideveld gedreigd hem te laten vermoorden. Wie beweert dat? Hij niet meer, want hij is dood. Dat is kut voor hem. Oh, nou denken jullie dat ik... Ja, gek hè. Wat een god, man. Iedereen roept wel eens wat in het naam van de strijd. Naust van de strijd. Eenst van de strijd. Wat jij wil, hè? Ik heb hier niks mee te maken. En hoe ga je dat bewijzen? Hoe ga ik dat bewijzen? Oneervol ontslag bij de commando's, omdat je onder invloed van drugs met je dienstwapen een kroegbaas hebt laten dansen. Geweld. Geweld. Een onbewezen verkrachting van een ex-vriendinnetje. Ik hoef niet te vertellen wat ik vroeger heb uitgevreten. Ik heb nog nooit iemand vermoord. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Luister jongens, ik heb hem een beetje bedreigd. Ik heb hem een beetje bang willen maken. Ik heb er geen werk van gemaakt. Geef mij één reden waarom we dat zouden geloven. Ik zeg even helemaal niks meer. Ik denk dat ik een advocaat in de arm neem. Ja, dat is heel goed. Maar maak je wel extra verdacht. Ik kan helemaal niks maken, man. Kan ik gaan? Nee, ja. Maar niet abonneren en je doet nog even een DNA-testje. Ik heb die rechercheurs gevonden die de vermissing van Ron Weideveld hebben onderzocht.
En die zijn na 2 dagen al van de zaak gehaald door een ander bureau. Welk bureau? Ja, dat is u niet verteld. Vond ik ook gek. Dus ik ben even heel diep in het verleden van Ron Weideveld gaan graven. Maar nou zit ik helemaal vast. Wat bedoel je, Cardozo? Ja, ik kom niet door de beveiliging heen. Nou, dat moet straks bij de FBI gaan inbreken. De beveiliging van wat, Cardozo? De criminele inlichtingendienst. CD? Wat zou je nodig hebben om wel naar binnen te komen? Nou, om te beginnen de ingangsprotocollen en het wachtwoord. Oh. Wij hebben dan... Op een gegeven moment vond ik drugs en ik heb na de scheiding nooit meer contact met hem gehad. Waarom zijn jullie zo in hem geïnteresseerd? Er is iemand vermoord en we denken dat Quincy er iets mee te maken heeft. Hier in Nederland? Ja. Nou, dat kan niet. Hij zit in Brazilië. Mag ik nu weer naar huis? Ik ben ziek. Jezus, jij bent niet ziek. Je bent bang. Wat is er aan de hand? Hoe weet je dat hij in Brazilië zit? Je zegt net dat je nooit meer contact met hem hebt gehad. Ik geloof dat het tijd wordt om de waarheid te vertellen, Charles. Ze hebben Maas. Ze hebben Maas ontvoerd om Quincy hier naartoe te krijgen. Ik denk dat het om een soort ruzie gaat. Of dat iemand nog geld van hem te goed heeft of zo. Ik moest hem mailen. Als ik Quincy hier niet naartoe krijg, dan gaat Maas eraan. En als ik de politie zou waarschuwen, dan vermoorden ze hem ook. Heb je enig idee waar ze Maas vasthouden? Ik heb hem gisteravond gezien, maar ik was geblinddoekt toen ze me daar naartoe brachten. Het leek nog het meest op een soort pakhuis. Heeft Quincy al teruggemeld? Misschien nu wel. Waar was onze eerste ontmoeting? Ja, nogal logisch dat hij wel weet op zijn recht is. Hetzelfde geld had Jess gewoon aan het lijntje. Meneer is niet voor niks naar Brazilië gevlucht. Wat bedoel je? Jess, dat is een drugscrimineel. Dat zijn geen lievertjes. Ja, maar het is wel zijn zoon die ontvoerd is. Ja, en wanneer heeft u die voor het laatst gezien? Ja, het is zijn zoon. Hij was oké. Okay. Hij was oké okay voordat hij in die wereld belandde. Ik hield van hem. Ik heb niet voor niks 2 kinderen met hem. Hij komt terug. Voor ons. Dat weet ik zeker. We moeten Miles vinden en bevrijden. Quincy of geen Quincy, ik ga de bijzondere bijstand bellen. Nee, ik wil dat niet. Geen geweld. Het gaat om mijn kind, adjudant. Dat weet ik, Jess. Ik wil niet dat die roodhouwer zich ermee bemoeien. Dat loopt altijd fout af. Grijp ze aan. Want ik ben even bezig! Sorry. Heel even. Hier vind je de adjudant van mama Cash. Heel goed. Houd dit even onder ons waar we zijn. En wat er ook gebeurt, jij blijft bij de. Ja. Je wordt alleen maar mooier. Jij bent niet die eerste leugen gestikt, Jan. Charmeur. Die dode meneer Weideveld van jou, die werkte inderdaad voor de criminele inlichtingendienst. Totdat hij op zijn 46e met vervroegd pensioen ging. Beetje vroeg, vind je niet? Ja, je zou er haast jaloers van worden. Dat zou ik niet doen. Zo wordt iemand weggewerkt. Wat had hij fout gedaan? Hij liep te veel op het randje en af en toe over het randje van de wet. En dat is verboden bij de CID? Wel, als het op straat komt en daardoor het onderzoek wordt verknald. En hij verknalde het iets te vaak? Naar wat ik begrepen heb, ja. Zijn laatste grote zaak, 1,5 jaar geleden, ging om Hanna Vreugdeheel, toepasselijke bijnaam Mama Cash. Weideveld betrapte haar op heterdaad bij een groot drugstransport. 8 jaar de bak in voor mama.
en medeneming van een paar belangrijke kompanen. Nou, dan heeft mevrouw nog wel even te gaan. En wat heeft dit allemaal te maken met Weidevelds dood? Ze is een maand geleden vervroegd vrijgelaten. Haar juristen konden uiteindelijk bewijzen dat de CID toch aan onwettige uitlokking had gedaan. En mevrouw heeft altijd gezworen dat ze wraak zou nemen op degene die haar straf heeft bezorgd. Weidevelds kluis was leeggehaald en geforceerd. Heb je daar een verklaring voor? Dat hoeft niet per se met mama Cash te maken te hebben. Je zei toch dat hij een boek wou schrijven? Mm-hmm. Misschien bewaarde hij daar zijn dossiers met oude CID-zaken. Denk je dat de CID die kluis na zijn dood heeft leeggehaald om te voorkomen dat die papieren in de openbaarheid zouden komen? Goed mogelijk. Ze dekken altijd alles meteen af wat naar hen wijst. Zou het dan ook kunnen dat de CID hem heeft vermoord om te beletten dat hij dat boek ging schrijven? Daar heb ik geen indicatie voor. Voor die moord zou ik toch echt richting mama Cash zoeken. De toegangsprotocollen waar je me om hebt gevraagd. Dank je. We moeten elkaar vaker zien. Goed, hè, vrouw. Goed, doe ik. Ja, ik weet niet waar je het over hebt. Eerlijk gezegd, wij ook niet. Ron Weideveld, heb je daar wel eens van gehoord? Ron Weideveld? Nee, ik ken het niet, moet dat? Maar even tussen ons. Wij zijn hier zwaar tegen onze zin. Wij zitten met een uit de hand gelopen CID-zaak. Als je mij vraagt, ik vind dat die pummels de eigen boontjes moeten doppen. Er wordt namelijk beweerd dat Ron Weideveld ervoor gezorgd heeft dat mama Cash lang in de bak moest zitten en dat hij dat daarom met de dood moest bekopen. Ja, dan willen de hoge heren een bekentenis van mama Cash dat zij te maken hebben met die moord. Ja, lekker simpel. Goed, hebben wij dus één vraag aan jou. Weet jij wat mama Cash is? Niet. Ja, goed. Houd het op. Dankjewel. Bedankt. Ja, mocht je toevallig met haar in contact komen, vraag dat ze even belt met het bureau van afspraak. Dag. Geeft hij zelfs meteen weg. Oké. Komt net een bericht binnen, zullen Jess weer spreken? Snelle reactie, ja. Wil je daarmee? Ik kom niet meer door jullie. Wij moesten weten wie erachter zat. Nu hebben we het bewijs, het is mama Cash. Besef jij wel wat je gedaan hebt? Het gaat om mijn kind. Begrijp je dat dan nog steeds niet? Als ze erachter komen dat ik jullie alles verteld heb, schieten ze hem dood. Dan komen ze niet achter als jij niks zegt, Jess. Waarom zouden ze dat in godsnaam geloven? Dat jij je eigen kind nooit in gevaar zou brengen. Wij hebben gepraat met mama Cash over Ron Weideveld. En niet over Maas. Ik ga mijn kind niet in gevaar brengen. En jij doet dat wel. Jij gaat achter mijn rug om en brengt het leven van mijn kind in gevaar. Jess, dat heb ik niet gedaan. Dat heb je wel gedaan. Je bent gestoord. Ik ga naar huis. Ik kom hier nooit meer. Hou op, Jess. Leef van me af. Jess, ik... Jess is niet meer in de muziekkamer.
De auto is weg. Wacht even, toen ik net weer achter mijn computer ging zitten werken, toen stond die pagina met het adres van die ontvoerders in me voor, terwijl ik zeker weet dat ik die... Godverdomme! Ik word zo teruggebeld en dan zien we wel, hè? Dit had je niet moeten doen. Het is allemaal de schuld van je moeder, jongen. CID-protocollen nou voor nodig? Die worden we niks wijzer van, hè? We toch eens gaan praten met mama Cash. Heb je die al getraceerd? Ja, ik ben ermee bezig. Hey, meneer, hoe lang gaat dit eigenlijk duren? Een uurtje of twee, denk ik? Adjudant. Ja. Adjudant. Ja? Ik heb hier de veroordeling in haar zaak. Het bendelid dat die drugscontainer reed, kreeg een duw van 4 jaar. Die is na 4 maanden ontsnapt, is nooit weer teruggevonden. Nou, leuk voor hem. Slimme jongen. Die slimme jongen die heet Quincy Wilson. Als in Jazz Wilson. Misschien toeval. Kun je dat even checken bij de burgerlijke stand? Ik ben al mee bezig. 5 jaar geleden officieel gescheiden van Jazz Wilson. 2 kinderen, Martin en Miles. Zij heeft zijn naam aangehouden. Oké. De moord op Ron Weideveld was een wraakactie van mama Cash. De man van Jazz Wilson is een bendelid van mama Cash. Jazz is ziek, zwak en misselijk. Wat betekent dat? Ja, Jazz met Grijpstra. Zeg, wij komen even bij jou langs. Dan kom jij nu meteen naar het bureau. Nee, of we komen langs. Oh, ja, tot straks. Verdomme! Ik wist het vanaf het begin en ik laat het gewoon lopen. Ik voelde aan alles dat hij met allerlei duistere zaakjes bezig was. Ik kwam s'nachts bijna nooit meer thuis, had allerlei onduidelijke klusjes. Op een gegeven moment vond ik drugs en ik heb na de scheiding nooit meer contact met hem gehad. Waarom zijn jullie zo in hem geïnteresseerd?
Er is iemand vermoord en we denken dat Quincy er iets mee te maken heeft. Hier in Nederland? Ja. Nou, dat kan niet. Hij zit in Brazilië. Mag ik nu weer naar huis? Ik ben ziek. Jezus, jij bent niet ziek. Je bent bang. Wat is er aan de hand? Hoe weet je dat hij in Brazilië zit? Je zegt net dat je nooit meer contact met hem hebt gehad. Ik geloof dat het tijd wordt om de waarheid te vertellen, Charles. Ze hebben Maas. Ze hebben Maas ontvoerd om Quincy hier naartoe te... Ja. Natuurlijk. Als er iets is wat ik voor je kan doen, dan moet ik het zeggen, hè. Dat is geen probleem. Ik ben over een paar dagen wel weer de orde. Dankjewel voor de sinaasappels. Ik kom er zelf wel uit, griepje. Dit is iets anders. Het is niet toevallig zo dat ze zich overvallen voelde door jou onaangekondigde bezoekje. Mooi dat ook. Zo gespannen. Moeten we er een observatieteam op zetten? Is dat het? En nou alsjeblieft niet zeggen dat dit je zus is die net teruggekomen is uit Union Jaya. Kom je er dan? Van de man die er een bloedneus aan heeft overgehouden. Oh, die scheidbak. Had hij zich er niet mee moeten bemoeien? Nou, het ging een opdracht van jouw vrouw. Wij gaan volgende week naar Bonaire voor een tweede huwelijksreis. Dat is allemaal koekenij. Oh, wat schattig. Ja, toch moet je het reisje afzeggen, want je wordt namelijk verdacht van moord. Lijpo. Ja. Nou, jij hebt Roen Weideveld gedreigd hem te laten vermoorden. Wie beweert dat? Hij niet meer, want hij is dood. Dat is kut voor hem. Oh, nou denken jullie dat ik... Ja, gek, hè? Wat een god, man. Iedereen roept wel eens wat in het naam van de strijd. Naust van de strijd. Eenst van de strijd. Wat jij wil, hè? Ik heb hier niks mee te maken. En hoe ga je dat bewijzen? Hoe ga ik dat bewijzen? Oneervol ontslag bij de commando's, omdat je onder invloed van drugs met je dienstwapen een kroegbaas hebt laten dansen. Geweld. Geweld. Een onbewezen verkrachting van een ex-vriendinnetje. Ik hoef niet te vertellen wat ik vroeger heb uitgevreten. Ik heb nog nooit iemand vermoord. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Luister, jongens, ik heb hem een beetje bedreigd. Ik heb hem een beetje bang willen maken. Ik heb er geen werk van gemaakt. Geef mij één reden waarom we dat zouden geloven. Ik zeg even helemaal niets meer. Ik denk dat ik een advocaat in de arm neem. Ja, dat is heel goed. Maar maak je wel extra verdacht. Ik kan helemaal niks maken, man.